Beste luisteraars, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Van Niets naar Iets podcast. Vandaag zitten we in de studio met serial entrepreneur en Flevoland zaakvrouw van het jaar 2019, Nassima Elbashiri Umar. Nassima start haar loopbaan als secretaresse, maar al snel begint het ondernemersbloed te snakken naar iets nieuws en begint ze met haar eerste bedrijf. Inmiddels heeft Nassima met B-Flex Cleaning meer dan 100 mensen in dienst en is ze ook de eigenaar van Lanovia Boutique, B-Flex Jobs, de Flevo Timmerfabriek en Boutique Desk. Al met al, genoeg om over te praten. Dus ik denk dat het tijd wordt, dames en heren, om met Nassima in gesprek te gaan. En ja, ik hoop dat ze ons kan inspireren met haar succesverhaal. Nassima, welkom. Dankjewel. Ja, welkom Nassima. Dankjewel. Dankjewel dat je hier naartoe wilde komen. Onze podcastfabriek in Haarlem. Ja, we beginnen altijd met de vraag, wat wilde je worden toen je klein was? Ja, hele goede vraag. Eigenlijk wist ik niet dat ik ondernemer wilde worden. Ik wilde eigenlijk onafhankelijk worden. Mm-hmm. Dat was voor mij heel belangrijk. Onafhankelijk. Ja, en ook het goed voor elkaar hebben. En onafhankelijk van wie of van wat? Nou ja, van iedereen en alles. Mm-hmm. Dus onafhankelijk van iedereen en alles. Dat was voor mij heel belangrijk. En het goed hebben. Ja. Ja, ik wil niet zeggen rijk worden. Dat was wel als kind dat je daar aan dacht. Maar het goed hebben, dat was ja. Wel... En waar kwam dat vandaan? Onafhankelijk worden. Ik was al heel jong met heel veel dingen bezig waar de kinderen van mijn leeftijd totaal niet mee bezig waren. Zoals? Ik denk heel veel van mijn generatie. We hebben natuurlijk ouders, eerste generatie Marokkanen. Uh-huh. Die de taal niet spraken. En van de 6 kinderen was ik degene die altijd wel... werd geroepen van kom een brief lezen, kom mm-hmm. naar de dokter, kom naar de maatschappelijk werker. Mm-hmm. Ik vond dat fascinerend en interessant en ik deed het echt met liefde. Dus ik was al heel jong met dat soort volwassen zaken bezig. Ja. Ik wist wat mijn ouders aan huur betaalden, ik wist wat mijn ouders aan energiekosten betaalden. Mm-hmm. Ik wist dat gewoon allemaal heel jong. Maar daarnaast ook kon ik niet tegen, als mensen bijvoorbeeld mij iets... Ja, als mensen mij commandeerden of zo. Mm-hmm. Dat moet je doen. Ja. Dat ging zo tegen mijn natuurlijke... Ook van je ouders? Of hadden zij een nou, ik luisterde altijd heel braaf naar mijn ouders. Mm-hmm. Dus dat deed ik altijd heel netjes. Maar het was meer van de buitenwereld. En ja, dat was het meer. Ja. Je kon niet goed omgaan met autoriteit. Autoriteit, maar toch deed ik gewoon wel... Ik luisterde wel altijd heel braaf naar iedereen. Dus ook naar... Maar je wist dus, je wilt onafhankelijk en je wilt het goed hebben. Dat is nog redelijk abstract. Ja. Maar weet je nog wanneer je op een gegeven moment dat kon gieten in een bepaalde vorm? Dat je dacht, nou weet je, misschien moet ik die kant op. Ja, nou eigenlijk helaas niet snel genoeg. Mm-hmm. Was echt op een latere leeftijd. Dus echt na mijn 20ste of zo. Ja. Want onafhankelijk worden en ik wist niet in welke trant. Want ik was als werknemer, was ik echt, nou ja, als ik nu werknemers hebben zoals ik was. Mm-hmm. Nou, was ik echt de gelukkigste werkgever die er was. Ja, want ik deed braaf alles. Het was ook voor mijn werkgever toen. Het was gewoon net alsof het mijn bedrijf was. Ja. En netjes, als ik over moest werken, no problem. Weet je, deed ik allemaal. En als we maar goed ervoor stonden. Ja. Dat was voor mij heel belangrijk. Dus ik was een hele brave werknemer ook. Ja. En waarom was dat? Waarom was je zo'n... Ja, ik denk dat natuurlijk als je diep gaat graven, komt dat natuurlijk uit vanuit je jeugd. Mm-hmm. Altijd gewoon luisteren en doen wat er gevraagd wordt, want dan ben je lief en dan ben je aardig. En dan, dat denk ik. Maar ik wist al heel snel van, ik ben al heel jong begonnen met werken. Van als ik kijk, dan kan ik kopiëren en dan kan ik daar later wel wat mee doen. Okay. Dus ik was wel daar al heel snel mee bezig van... Oké, en het was met verschillende dingen. Want ik ben begonnen met een krantenbaan. Mm-hmm. Daarna in de schoonmaak. Telemarketing, dat heb ik echt heel lang gedaan. Okay. En dat was eigenlijk overal was ik aan het kopiëren en plakken in mijn hoofd. Ja. En bewaren van, dat komt ooit wel eens te pas. Maar hoe, waar, wist ik toen nog niet. Oh, dat is interessant. Ja. Ja. En op school? Hoe was je op school? Ja, ook heel braaf. Ja? Echt heel braaf. En ging dat goed? Het ging heel goed. Ja? Het ging heel goed. Maar je moet je voorstellen, ik was. Mijn ouders spraken de taal niet, waren analfabeet. Mijn vader was gewoon fabrieksarbeider, moeder huisvrouw. 6 kinderen thuis, niet breed. Je woont in het Gooi, Witte Wijk. Mm-hmm. Dus er werd altijd op je neergekeken. Je was het buitenlands gezin. Dus je had al heel jong. Werd je geconfronteerd met
eigenlijk intolerantie, discriminatie, mm-hmm. had je helemaal niet door als kind. Maar, mm-hmm. maar ook al werd je heel snel bewust van, hey, ik ben anders. Ik ben niet als mijn blonde vriendinnetje. Mm-hmm. Dus je ging je ook heel anders in je hoofd. Tenminste, ik was daar heel jong mee bezig. Mm-hmm. Met, ik zal niet zo zijn zoals zij zijn. Want mm-hmm. ja, ze zijn Nederlanders. Dus veel beter. En daarnaast kwam ik natuurlijk ook uit het Marokkaanse cultuur. Waar bij mijn ouders het schoolsysteem niet echt snapte. Mm-hmm. En dan, mijn moeder was heel traditioneel. Dus hè, als meisje, ja, nou ja, je hoefde niet echt heel hoog te scoren. Was nergens voor nodig. Mm-hmm. Want, dus in dat opzicht werd je ook een soort van klein gehouden. Ja. Hè? Maar buiten ook. Dus ja. Ik durfde nooit, in mijn hoofd was ik altijd heel erg aan het fantaseren. En ik ging echt buiten mijn comfortzone in mijn hoofd. Ja. Maar in het leven zelf bleef ik altijd heel klein. Ja, dus je referentiekader pushte je niet. Nee. Naar het hebben van veel ambitie. Nee, en ja. Dus daarom wist ik ook helemaal niet toen al dat ondernemerschap bestond. Want ik had helemaal mm-hmm. geen ondernemers in mijn omgeving. Ik kende dat helemaal niet. Ja. Dus dat je veel verder kon dan mogelijk. Dat was voor mij onbekend terrein. Ja, ja. En wat betekende dat? Wat deed je op school en wat ging je daarna doen? Ja, ook op school. Dus ik was echt een hele... ik vond het heerlijk om te luisteren in de les... Mm-hmm. Want alles wat nogmaals, alles ging in mijn hoofd en zat in mijn hoofd. En ik luister altijd heel braaf en netjes. Maar op een gegeven moment had ik mijn CITO-score, was HAVO-VWO eigenlijk. Mm-hmm. Maar ook daarin, in mijn hoofd, dacht ik, oké, wauw, dat kan ik wel. Maar in real life dacht ik, never, dat kan ik helemaal niet. Mm-hmm. Dus ik bleef heel klein. Dus op het moment dat we een rapportgesprek hadden, of tenminste het eindejaarsgesprek met de meester... En hij voorlegde aan mijn moeder dat ik naar het HVWO kon, Sint-Vitus College. Ja. Dat moest ik vertalen aan mijn moeder. En ik had echt iets van, nee, dat wil ik helemaal niet, want ik weet niet of ik het aan kan. Ja. Dus heb ik de veilige weg gekozen, ben ik gewoon naar de MAVO gegaan. Terwijl eigenlijk alle wegen open lagen. Ja, ja. Maar gewoon het niet durven, omdat je dacht van, nee, dat kan niet. Dat kunnen alleen maar andere kinderen. Je was gewoon heel onzeker. Super onzeker. Ja. Maar wat zegt een bijvoorbeeld zo'n leraar die, die jou dat vertelt? Van je mag naar het HAVO-VWO. Ja, nou, zegt hij als jij zegt, ja, nee, ik wil liever naar de MAVO? Ja, nou ja, die snapte natuurlijk niet. Maar ik draaide het wel zo omdat het een beetje van mijn ouders kwam. Weet je? Oh, ja. Dus want ik vertaalde het zelf allemaal. En die had zoiets van, ja, maar je kan dit en je hebt de potentie en doe dat nou. En het was best wel uniek in die tijd. Want heel veel algetone kinderen gingen gewoon naar het lager onderwijs. Ja. Of je nou heel slim was of niet, je werd gewoon naar het lager onderwijs gestuurd. Ja. Dus het zou je ook weer, je was al anders, maar het zou je anders dan anders maken. Precies, ja. Ik was dan waarschijnlijk, tenminste sowieso in mijn omgeving, kende ik ook echt niemand die naar het VWO zou gaan. Ja, weet je, als Marokkaans of Turks kind, dat kende ik niet. Ja, wel interessant, want je benoemde dat je echt een soort van spons was. Hè? Je was alles aan het opzuigen en op een gegeven moment, ergens later in je leven, kwam het er allemaal uit. Ja. In de vorm van alles wat je ging doen. Maar tegelijkertijd was je heel onzeker, omdat je beperkt werd door je omgeving. Ja. Dus dat blonde meisje die volgens jou net even wat anders behandeld werd. Maar hoe verder? Op een gegeven moment besluit je om voor het MAVO, voor de MAVO te gaan. Wat gebeurde er vanaf dat moment? Nou ja, MAVO echt, nou ja, met twee vingers in mijn neus gedaan. Dat sloeg echt ook helemaal nergens op. Mm-hmm. En toen... was ik klaar, ben ik eigenlijk naar het mbo gegaan. Uh-huh. Ook echt met twee vingers in mijn neus. Wat voor opleiding? Ja. Directe secretaresse. Oh, ja. Omdat het ook... Ik wist niet eens wat... Eigenlijk wilde ik helemaal... Ja, wat ik zeg, in mijn hoofd wilde ik onafhankelijk zijn. Maar ik ging gewoon voor het simpelste. Ja. En het simpelste was directe secretaresse. En het grappige is, want heel lang heb ik daar niet bij stilgestaan. Nu denk ik wel eens na. Dan denk ik... Het komt eigenlijk omdat ik hoorde van een kennis die schroeversopleiding deed. Mm-hmm. En die verdiende heel veel geld. Mm-hmm. Als secretaresse. Als secretaresse. Okay. En schroeversopleiding konden wij niet betalen. Dus ja, dan ga ik maar naar mbo niveau 4 Want voor doen. De mensen die niet weten wat een schroeversopleiding is. Is dat een soort van privéopleiding? Dat is een direct secretaresse privéopleiding. Okay. En dan als je daar bent, als je diploma, schroeversdiploma hebt. Dan kom je meestal bij de gerenommeerde bedrijven. En dan ben je al meteen,
senior directrice. Vind je ook meteen heel goed. Ja. Nou, en toen werd je secretaresse? Nou ja, toen ging ik stage lopen in de derde bij het bedrijf waar ik al telemarketing deed. En dat was geweldig. Dat was een leuke tijd. En mijn werkgever toen, ik ging weer terug naar school, zeg maar. En die zei van, nou, weet je, kan je niet BBL doen? Dus 4 dagen werken, 1 dag leren. Uh-huh. En bij mij gewoon direct secretaresse zijn. Uh-huh. Ja, en ik twijfelde een beetje. Want ik denk, ja, weet je, is dit wel wat ik wil? Dus eigenlijk schreef hij gewoon op een blaadje van, en dit is wat je gaat verdienen. En dat was... Ik was 19 en 3500 gulden. Ja. Dat was heel veel geld. Ja. En dus toen dacht ik van... ik ben met mijn stagebegeleider gaan praten. En die zei, nou, in principe kan dat. En dat heb ik gedaan. Kijk. Dus ik ben daar als directsecretaris begonnen. Ja, want je zat in de derde. Je was in principe bijna klaar met die mbo-opleiding. Ja. Maar toch heb je gekozen voor dat idee. Ik heb hem wel dus afgemaakt, maar dan 1 dag in de week. Je bent natuurlijk BBL gegaan. Ja. Dus, en ja, weet je, in die tijd, wat is het, €1800 verdiende ik. 1700. Ja. En voor 19-jarige, die niet eens het diploma had. Ja. Ja, dat was gewoon heel veel geld. En dat was voor 4 dagen in de week. Ja. Weet je? En bood diegene die... die jou die cheque toeschoof, ook een soort van carrièreperspectief binnen het bedrijf? Ja. Of hoe ging dat? Nou ja, voor mij was het een win-win. Want voor hem, het was een jonge ondernemer, best chaotisch, had gewoon structuur nodig. Ja. En dat kon ik bieden. Mm-hmm. Maar daarnaast dacht ik, oké, weet je, dit is misschien wat ik zoek. Van deze man ga ik heel veel leren. Ja. Dus ik zit gewoon zo dicht bij het vuur. Dus het was voor mij echt wel een win-win situatie. Ik verdiende dan geld. Ik kon mijn opleiding afmaken en ik kon daarvan heel veel leren. Ja, want wat betekent dat om directiesecretaresse te zijn? Wat doe je dan allemaal? Wat zie je dan allemaal? Ik, hij was gelukkig niet zo'n standaard directeur, dus dat je koffie hoeft te zetten en zo. Mm-hmm. Het was meer van, nationaal beheer mijn agenda en wijs me op dingen die ik niet goed doe. Mm-hmm. En zeg me alles, want je zit naast me, dus alles wat ik niet oké doe, zeg het me. Wees eerlijk, open. En, wat deed hij niet goed? Nou ja, wat ik toen dacht dat hij niet goed deed, maar dat deed hij fantastisch. Mm-hmm. Want daar heb ik zo van geleerd. Soms dan, als hij dan een opdracht kreeg en dan hij zei hij, ja, dat gaan we doen. En dan hing hij op en dacht ik, oh, hoe gaan we dat doen dan? Dat kunnen we helemaal niet. Ja. Ja, dat kan helemaal niet. Maar dat was, ja, nam risico's. Ja. En toen, ik was nog heel veilig. En toen dacht ik echt, jeetje, hoe ga je dat doen? En dan zag ik dat hij dat gewoon voor elkaar kreeg. Ja. Ik dacht, oké, dat is slim. Ja, hoog inzetten. Toen zei hij wel eens, op een gegeven moment ook een van die situaties. En toen keek hij me aan en zei hij, Nassima, ondernemers gewoon risico's nemen. Ja. Gewoon risico's nemen. En ik zie het wel, weet je, waar ik dan terecht kom. Ja, precies. Ze zeggen wel eens, ondernemers uit een vliegtuig springen en onderweg naar beneden een parachute maken. Ja, klopt. Ja. Echt. Ja. Dus maar dat is interessant. Want ik denk wat interessant is om te zien is inderdaad, als je dan directiesecretaresse bent. En ik denk iedereen heeft in zijn hoofd wel van, ja, inderdaad, dan beheer je agenda's. Ja. En dan zet je koffie en dan laat je de gasten binnen en noem maar op. Maar wat zijn echt de belangrijkste lessen die je daar hebt meegekregen? Nou, je noemt er net één. Van zien hoe je bijvoorbeeld omgaat met capaciteit, terwijl je het misschien nog niet eens hebt. Ja. Dan zijn er nog andere punten waarvan je zegt van, dat heb ik daar echt gezien. En dat gebruik ik tot de dag van vandaag. Ja, nou, ik heb heel veel dingen daar gezien die ik tot de dag van vandaag zeker gebruik. Kijk, als ik een administratief medewerker was geweest, zat ik ergens in de kantoortuin en dan hoorde ik en zag ik niks. Ik zat gewoon dicht bij het vuur en ik zag de groei. Ik zag waar we stonden, waar we naartoe gingen. Ik zag de doelen, werden opgeschreven, werden met mij gedeeld. Omzetdoelen, maar ook gewoon businessdoelen. Ik zag gewoon, ik hoorde de gesprekken die werden gevoerd. Dus je hebt eigenlijk een heel ander perspectief. Je hebt meteen een perspectief vanuit het topmanagement. Ja. Op hoe de zaken worden geregeld. En dat is denk ik, dat vind ik iets heel interessants. Want vaak zie je dat, weet je, de ambitieuze jongetjes en meisjes, die gaan niet voor een rol als directiesecretaresse. Nee. Of die gaan niet voor een rol zelfs als bijvoorbeeld chauffeur. Ja. Terwijl je toch vaak hoort dat bijvoorbeeld een chauffeur of een secretaresse uiteindelijk... Die krijgen het meeste mee. Maar soms ook gewoon opeens een positie krijgen. Ja. Ja. Dat ze schieten van secretaresse of van chauffeur naar topadviseur. Ja. Omdat ze alles hebben meegekregen en beetje bij beetje hebben kunnen laten zien dat ze waarde kunnen toevoegen. Klopt. Ja. Ik vind dat interessant. Zou je dat aanraden om die weg te nemen?
Absoluut. Ja. Maar wat ik sowieso zou aanraden, en dat is helaas tegenwoordig zie je dat bij de jeugd steeds minder. Dat heeft met heel veel dingen te maken. Mm-hmm. Maar begin altijd met een lagere positie mm-hmm. in een bedrijf. En maak jezelf zichtbaar, weet je. Ja. Het is echt niet erg om die koffie te serveren. Of als je, want je leert zoveel op die. Op die posities. Bijvoorbeeld ook bij ons met. Weet je, er zijn bij ons schoonmakers gestart met toiletten schoonmaken. Maar die zijn nu managementfuncties. Ja. Maar dat komt omdat je. Je weet gewoon hoe het bedrijf ruilt en zeilt. En zo leer je. Ja. En je kan niet ergens meteen hoog binnenkomen. Inzetten. Dat kan, ja. Dat kan dus je leert eigenlijk op verschillende niveaus leer je hoe het ruilt en zeilt. Ja. Maar je geeft ook aan, je krijgt de strategie mee. Ja. Precies. En dat vind ik ook een interessante. Ik heb zelf heel lang bij Samsung gewerkt. En toen had ik al een eigen onderneming. En toen heb ik er bewust voor gekozen om ook die sponsor te zijn, zoals jij was. Ja. Ik had ook nog een rugtas op. En die vulde ik met heel veel kennis. En dan zie je inderdaad dat je heel veel meekrijgt van de strategie. Vooral bij een wat groter bedrijf als Samsung of het bedrijf waar jij toen secretaresse was. En dat kan je dan later heel mooi toepassen in je eigen onderneming of in je leven. Dus dat vind ik een heel mooi advies die je hebt aan de luisteraars. En inderdaad gewoon lekker bereid zijn om op lager niveau te beginnen. Ja. Maar daar is wel een shift voor nodig, een mindshift. Want van nature denk je van, hey, ik heb, weet je, ik heb VWO gedaan of wat dan ook. En ik ga nu zo hoog mogelijk inzetten. Ja. Zo snel mogelijk naar die 4000 euro bruto. Bijvoorbeeld. Ja. Maar dat betekent wel inderdaad dat je gaat concurreren met allemaal jongetjes en meisjes die precies diezelfde ambitie hebben. Ja. En op dezelfde manier dat bedrijf in willen. Ja. Ja. Ja, dus ik vind het een hele interessante en in ieder geval iets om goed over na te denken op het moment dat je een stap wil maken. Ja. Nou ja, wat je tegenwoordig ziet, hè, en dat is zo jammer. De wereld zit zo dichtbij. Hè. We hebben allemaal onze telefoons en we zijn allemaal verslaafd aan. Mm-hmm. Maar wat ook heel naar is, kijk, ik heb zelf 5 kinderen. Ik heb 5 kinderen. Mm-hmm. En ik ben dus ook, ik ben hun mama. Ja. Hè? Maar daarnaast ook hun coach. Want ik heb nu, mijn oudste is 21. En dan heb ik een zoon van 21, zoon van 17. Dochter van 16. En een dochter van 12. En dan een zoontje van 7. Die van 7 ben ik nog echt mama. Mm-hmm. Ja. En de andere ook nog. Maar je merkt echt dat ze andere behoeftes hebben. Ze hebben andere vragen. Mm-hmm. Dan, wat heb je voor lunch voor me gemaakt vandaag? Die vraag hebben ze ook, maar ook qua ondernemerschap. Want ik zie echt in mijn kinderen al echte ondernemers. Mm-hmm. Ik zie mezelf. Mm-hmm. En ik wist niet wat ik wilde worden. Ik wilde onafhankelijk worden. Ik wist niet eens dat het ondernemerschap überhaupt bestond. Mm-hmm. En zij weten dat wel. Mm-hmm. Maar wat ik hun ook meegeef is, wat je op Instagram ziet, TikTok, Snapchat of weet ik veel wat. Als je al die dure auto's of... Dat is mooi, maar geloof me, je moet ergens... Het is het eindresultaat, niet het begin. Het is het eindresultaat. Mm. Je moet onderaan beginnen. En de jongeren van tegenwoordig willen heel snel al die Lamborghini. Ja. En die willen al heel snel. En dan denk ik, ja, maar zo werkt dat niet. Mm-hmm. Het is het ondernemerschap, tenminste als je succesvol wil zijn, is het keihard werken. Keihard opofferingen. Ja. Weet je, sociale opofferingen ook. En uiteindelijk kom je er. En dan dan ben je succesvol. Tenminste, ik weet niet wat je onder succesvol... Maar voor de jongeren is dat veel geld hebben aanzien, weet je wel. Maar dat is wel eerst keihard werken. Ja. En dat is zo jammer van de tijd van tegenwoordig. Dat ze een heel vertekend beeld krijgen. Ze krijgen een heel... Ja. Aan de ene kant wel goed. Want die doelen stellen ze heel hoog, weet je wel. Van, nou ja, ik wil zelfs mijn jongste van 7, die zegt wel eens van, mama, later ga ik in de Lamborghini rijden, weet je wel. Ja. Die doelen worden heel hoog gesteld, dus dat is dan top. Die ambities top. Maar je moet wel realistisch blijven inderdaad. Je moet wel realistisch blijven. Ja. Maar heeft het niet ook te maken met het feit dat je, weet je, dat is iets heel tastbaars wat je kan zien. En misschien kunnen heel veel jongeren die zeggen dat ze ondernemer willen worden. Ja die kunnen nog helemaal niet zien wat ondernemen is. Nee, klopt. Maar die kunnen wel zien wat een Lamborghini is. Ja, klopt. Dus die zien dat en die zeggen van, ja, dat wil ik. Ja. En die komen misschien gaandeweg wel achter dat het misschien iets meer is dan... Dan mooie auto's en mooie vakanties. Ja. Nee, maar ik zeg, het heeft ook zeker een pluspunt. Want als in mijn tijd, als ik toen een vrouw van mijn kleur had gezien...
dat ze inderdaad in een Lamborghini had. Dan was ik al veel eerder wakker geworden. Ja, maar dat is voorbeelden. En want dan wist ik van, hey, het kan dus wel. Maar wat ik zag in het Gooi vooral, was de blanke mensen in grote huizen. Als ik langs een we hadden dan in Bussum Villawijk Spiegel. Ja. Als ik langs die woningen reed, in mijn hoofd ging het alle kanten op van, wauw, stel dat ik dat later. Maar ik dacht, dat zou ik nooit kunnen hebben. Ja. Dan denk ik, ja, kom op. Ja. Dus je was een uitstekend voorbeeld. Je bent een uitstekend voorbeeld voor je kinderen. Ze hebben iemand om mee te sparren. Ja. Ze hebben ons natuurlijk ook, de Van Niets naar Iets podcast. Ja. Dat is wat wij ook willen bereiken. Wij zien die trend die je net toelicht, zien we natuurlijk ook. Van, mensen zien het einddoel, maar we moeten wel wat tussenstappen afleggen. Nou, dat proberen we hier ook allemaal te bereiken. Tegelijkertijd wil ik nog even terug naar het verhaal van de secretaresse. Je was veel aan het leren. Je was eigenlijk een soort van partner, hè? Niet een secretaresse. Je was echt een soort van partner van je baas, als het ware. Ja, ik weet niet of hij het zo zag, maar... Ja, maar als ik hoor wat je allemaal aan het doen was. Ja. Inderdaad, niet standaard koffie zetten, maar echt meedenken. De strategie meekrijgen en noem het maar op. Maar hoe verder? Want op een gegeven moment was je secretaresse. Je was alles aan het plannen, aan het doen. Je was die spons, alles aan het opzuigen. Wat verder? Hoe ging het vanaf dat moment? Ja, ik ben daar heb ik dus een beetje geleerd om uit mijn comfortzone te stappen. Dus ook echt, gewoon in real life, zeg maar, te durven. Mm-hmm. Nog niet geheel, maar wel redelijk. En op een gegeven moment eigenlijk daar heb ik besloten van, hey, ik ga ook iets doen daarnaast. Mm-hmm. Want ik vond zekerheid heel belangrijk. Mm-hmm. Want daar had ik gewoon een vast contract, mijn loon. Maar daarnaast dacht ik, hey, dit is zekerheid, dit hou ik. Dat raak ik ook nooit meer kwijt. Ik ga nooit afscheid hiervan nemen. Uh-huh. Maar ik moet iets doen, En ik was echt constant aan het denken, ik moet iets erbij doen. Ja, en eigenlijk is dat toevallig en dat gebeurt wel eens in het leven. Hè. Ik geloof ook echt wel dat dingen gebeuren en dat er ook een beetje geluk. Je moet een beetje geluk hebben en dingen gebeuren ook... Blijkbaar zoals ze moeten gebeuren. Mm-hmm. Maar op dat moment... ik was dus verantwoordelijk voor de schoonmaak. En dat ging allemaal niet goed. En allemaal gezeur, gedoe. Mm-hmm. En toen dacht ik... Hey, wacht even. Zal ik dit anders doen? En ik had ook nog... mijn lieve man naast me. Die, wat is dit? Sorry? Je zei, zal ik dit anders doen? Wat bedoel je dan met die schoonmaak? Dit zal ik anders dat schoonmaken. Ik dat anders doen? Weet je wel? Want dat ging gewoon niet goed. Maar ik ben ook echt een mensenmens. Ik ben echt een gunner. Mm-hmm. Dus ik vond het ook heel zielig voor die mensen. Want die deden wel hun best, maar die hadden geen inzicht in een schoonmaak. Ja. Dus ik wilde het niet meteen wegkapen. Dus ik heb ze heel lang de tijd gegeven. Ja. Maar daarnaast had ik ook mijn man die jaren daarvoor naar Nederland was gekomen. Hoogopgeleide man. Begon onderaan de ladder. Mm-hmm. En ja, ook daarin kwam dat stukje onafhankelijkheid weer terug. Van hey, dit is allebei niet wat we willen. Afhankelijk zijn van. Ja. Dus toen dacht ik van, oké, ik wil iets doen. Ik moet iets doen, dat merk ik. Daarnaast werkt mijn man voor een werkgever waar hij totaal niet op zijn plek zit. Mm-hmm. Deze mensen kunnen het niet. Dus ik ga dit zelf doen. Ik ga zelf schoonmaken. Mm-hmm. En dan breid ik het iets uit. En dan, weet je, ik zie wel. Maar wel in mijn achterhoofd van... Misschien kan ik het dan samen ooit met mijn man doen. Weet je? Maar niet denkend van... Ik ga nu een schoonmaakbedrijf beginnen. En dan ga ik een miljoenenbedrijf neerzetten. Never, nooit dat ik dat dacht en verwacht. Nee, maar wat dacht je wel? Wat dacht je van, ik ga dit doen? Ik ga dit kantoor schoonmaken? Ja, ik dacht ik ga... Onder contract? Ik dacht ik ga met mijn werkgever praten. Mm-hmm. Vragen of ik het kan doen. Dat ik het gewoon beter kan. Mm-hmm. Heb ik dat gezeur niet. Ja. En dan misschien een beetje uitbreiden. En dan kan mijn man, die kan dan weg bij die werkgever waar hij totaal niet op zijn plek. Want ik zat op mijn plek, ik vond het fantastisch. En dan uiteindelijk dat hij het dan, weet je wel, over gaat nemen. Ja. Zo. Dat is een beetje het wat ik dus in mijn hoofd had. Ja, dus ik regel de baan. Of ik regel het contract. En ik zorg voor een baan voor mijn man. Ja, en dan exact. Is er een probleem minder in de regel. Precies, dat is het inderdaad. En je zag natuurlijk... de prijzen die je moest betalen voor zo'n schoonmaakbedrijf. Heb je toen met het opzetten van je eigen schoonmaakbedrijf nog iets unieks gepitcht? Of is het puur op het gunnen gegaan bij je baas? Nee, ik heb wel gezegd van weg. Ik ga natuurlijk veel goedkoper doen. Okay. Oh, dat heb je niet. Ja, nee, ik wist wat we betaalden. Ja. Dat was in die tijd 17,50 gulden per uur. Mm-hmm. En ik had gezegd van dan doe ik het voor 15 gulden per uur. Mm-hmm. En dan
je hebt nooit omkijken, weet je, want hij had ook wel eens klachten. Dan ging hij naar het toilet en jeetje, wat een bende was het weer. Ja. Nou, dat heb je dus nooit meer. Ja. En je merkt het ook niet, want hij had zoiets van, ja, maar hoe dan? Want je werkt hier, hoe ga ik? Nee, dat doe ik gewoon 's avonds in het weekend. Ja. Dus ik neem alles uit handen, geen gezeur, geen gedoe. Top. En dat ben ik eigenlijk heel snel gaan doen. We hebben het contract opgezegd. Nou, het was nog wel een dingetje, want ik werd bedreigd. En allemaal... Door die... Had ik nooit verwacht. Ja. Door de bestaande. Ja, dat was echt niet leuk. Maar hoort erbij. Ja, hoort erbij inderdaad. En uiteindelijk schoonmaakbedrijf gestart. En in het weekend en op een woensdagavond gaan schoonmaken in het pand. Kijk. Ja. En toen? En toen, dat ben ik dus gaan doen naast mijn baan. Okay. Ik raakte ook toen meteen zwanger. En dat was juni 2000. Dus op een gegeven moment was het best wel vermoeiend. Hè? Je werkt, je doet ook nog dat schoonmaken erbij. En mijn werkgever verhuurde toen een bovenafdeling in het bedrijf. En die mensen die kwamen al heel snel achter dat ik dus de schoonmaak deed. Nou, ik dacht, wil je dat ook dan voor ons doen? Mm-hmm. Er kwamen weer wat uurtjes bij. Ja. En verder zat mijn werkgever toen in de vastgoed. Dus die had ook nog andere panden. Dus die had gezegd, nou, kan je anders niet, weet je wel? Ook was in die band dat hij zo zijn... Zijn secretaresse langzaam aan het kwijt. Dat hij dat was. Zelf... Nee, want ik was perfectionistisch. Ik deed dat. Ik wilde dat echt perfect doen. Ja. Dat hij dat niet merkte. Ja. En dat deed ik... Ik was echt... In alles moest ik natuurlijk perfect zijn. Dat was schrikkelijk eigenlijk. Maar, Volop vertrouwen. Maar het groeit en groeit. Dus het qua opdrachten. Ja, nou, ik op een gegeven moment was het vermoeiend. Dus ik betrok mijn man erbij. Van ja, en zwanger en dit en dat. Ja. En als jij nou gewoon minder gaat werken, doe dit dan met mij. Ja, en toen ging het eigenlijk best wel snel. Toen dacht ik, hij kan het, ik kan het. Dus ik kan nog meer uur erbij gaan vragen. Ja. Dus en zo komt dat. Hè. Dan heeft de broer van mijn werkgever zat ook in de vastgoed. Dus die hoorde dat. Of tenminste, ik heb hem eigenlijk benaderd. En zo groeide dat. En op een gegeven moment ben ik op de woensdagen vrij gaan nemen. En ben ik gewoon heel bij de hand eigenlijk een koud bedrijf gaan bezoeken. Ja. Super uit mijn comfortzone. En hoe ging dat? Ik deed mijn leukste pakje aan en ik ging met mijn map onder mijn arm. En ik ging parkeerde op een bedrijventerrein waar ik zoiets had van, nou, dat is in de buurt. En ik ging gewoon de bedrijven binnenlopen. Ja. Hoi, ik ben Nassima van toen was het nog schoonmaakbedrijf Serie. zou jullie graag een gratis vrijblijvende offerte van ons willen? Ja. Voor de schoonmaak, dat hebben we hartstikke goed gedaan. En dan ging ik altijd een beetje zo kijken van, vond ik een punt wat niet goed schoon was. Mm-hmm. Ik zeg, nou, jammer, want ik zie dat wel. Maar geef het dan wel even aan bij jullie schoonmaakbedrijf. Ja. Een beetje op die manier. Ja. En mensen vonden het ook fantastisch dat ik gewoon zo bijna binnenkwam. En het ging echt super snel. Dus kreeg je daar snel opdrachten uit? Of kwamen heel ze later snel bij je terug? Nee, echt super snel. Want ik was op een gegeven moment, mijn man stopte. We zaten dus aan 50 uur per week werk. Nou ja, dat konden we allebei niet meer bij. Dus mijn man die zei zijn bedrijf, zijn baan op. Want ik had natuurlijk nog dat vastigheid en die vast contract. Je man kon het risico nemen. En, maar toen, even kijken, want wij zijn in juni 2000 begonnen. En in eind van het jaar hadden we al moesten we 3 mensen aannemen. Oh, kijk. Erbij. Ja, dat ging echt super snel. Ja. En dan neem je 3 mensen aan. Maar jij bent nog steeds aan het werk dan? Nu? Nee, ik deed nog steeds mee. Of ben je nog steeds... als het moet, dan doe ik het hoor. Maar ik werkte er nog wel in de weekenden erbij. Je benoemde net een heel mooi element. Je gaf aan, dan kwam ik zo'n bedrijf binnen met mijn mapje onder mijn hand. En dan zag je natuurlijk heel mooi dat er ergens een viezigheidje ergens zat. En dan zeg je heel mooi van, even opnemen met het huidige schoonmaakbedrijf. Maar zijn er nog andere unieke elementen die je meenam in je offerte, buiten het vrijblijvende verhaal om? Ja. Waardoor je potentiële opdrachtgevers over de streep trok om met jou samen te werken? Ja, ik had geen overheadkosten, dus ik was heel goedkoper. Okay. Ja. Dus ik zei altijd van, ik ga sowieso minimaal 10% onder jullie huidige prijs zitten. Dat is zo kwam ik binnen. Ja. En daarnaast zei ik, je hebt wel de eigenaresse tegenover je, dus de lijntjes zijn heel kort. Ja. Ik ben ook echt meteen je contactpersoon. En dat werkte. Ja. Dus goedkoper zijn. En, oog voor details. Oog voor details, weet je. Want zij zagen echt heel veel dingen niet. Altijd als ik binnenliep bij een receptie, dan keek ik altijd om me heen. En vaak keek ik naar omhoog. Mensen kijken nooit omhoog. Ja, precies. Of stof. Ja, precies.
En dat deed ik. En dan vertelde ik ook van, nou ja, dit is toch een visitekaartje. Dus goedkoper, korte lijntjes, flexibel, 24/7 bereikbaar. En je was natuurlijk de speedboat, hè? De grotere schoonmaakbedrijven. Dat zijn van die logge grote containerschepen. Ja. Die kunnen iets minder snel aanpassen. En jij was die speedboat die en heel snel kon communiceren met de opdrachtgever. En snel zaken kon aanpassen als het nodig was. En dat was voor hun interessant, gecombineerd met de prijs die je kon aanbieden. Precies. Dat was dus je groeit met dat bedrijf en je hebt zelf mensen aangenomen. Is het allemaal geleidelijk gegaan? Of kan je een moment herinneren dat je bijvoorbeeld met je man samen zat en dacht van, en nu moeten we toch wel echt beslissingen gaan nemen. Nee, het ging gewoon zoals het ging. Ja. Totaal niet stilstaan bij. Alleen ik in mijn eentje dacht op een gegeven moment van, hey, dit kan echt niet meer. Ik werkte zelf nog gewoon fulltime, of tenminste 4 dagen in de week. Deed daarnaast acquisitie op die woensdag, de hele dag. En weekend deed ik ook nog de schoonmaak. En daarnaast had ik een baby gekregen. Het was too much. En je baan natuurlijk. Hè? Sorry? En je baan. Of zei je dat? Ja, mijn baan inderdaad. En dat was op een gegeven moment te veel. Ja. Ik kon dat niet meer aan. Maar toch ging ik door. Tot ik op een gegeven moment mijn gezondheid zei van, nu stop. Mm-hmm. Nu is het klaar. En dat was het moment. Ik weet nog heel goed. Ik kreeg een netvliesloslating aan mijn ogen. Dat is heel heftig. Want dan sta je op punt om blind te raken. Mm-hmm. En ik lag daar in dit ziekenhuisbed. En toen dacht ik van, nee, maar dit moet anders. Dit is, je gezondheid is zo belangrijk. Ja. Dat was voor mij een keerpunt in mijn leven. Dat ik dacht, oké, ik ga stoppen met mijn baan. Ja. Want dat was wel, vanaf moment 1 was dat het allerbelangrijkste. Mijn baan hou ik. Ja. Hoe dan ook. Want dat is mijn zekerheid. Want we hadden ook net een huis gekocht. Mm-hmm. Dus echt 7 maanden nadat we het bedrijf waren gestart, hadden we al ons eerste huis gekocht. Dus zo snel ging het al. Ja. Dus het ging hartstikke goed. Mm-hmm. Maar ik dacht, oké, weet je wel, van dat geld betaal ik mijn hypotheek. Stel dat het dan niet lukt, hebben we ieder geval een dak boven ons hoofd. Al eet ik water en brood, weet je wel. Maar ik moest dus opgeven. Ja. En dat was verschrikkelijk. Dat was verschrikkelijk? Ja, het was dramatisch. Okay. Het was verschrikkelijk. Ja. Ja, maar je kon ook het bedrijf opgeven. Ja, maar dat kon niet. Nee, en het gekke eigenlijk is dat ik mijn salaris al lang uit mijn bedrijf had kunnen halen. Ja. Al lang, dat kon ik al lang. Ja. Maar ik durfde het niet. Ik wilde dat, die veiligheid wilde ik niet loslaten. Ja. Je hoort ook bij veel ondernemers die hier komen om het verhaal te doen, dat op het moment dat ze het salaris uit het bedrijf kunnen halen, het salaris van bijvoorbeeld een bedrijf waar ze werken, dat het omslagpunt is. Dat ze zeggen van, ik ga nu stoppen met mijn bedrijf. Ja. Maar bij jou was dat dan je gezondheid. Ja, nou, ik adviseer sowieso veel ondernemers in deze tijd ook van, op het moment dat je salaris uit je bedrijf kan halen, maar dan ook echt goed uitgerekend natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Goed naar kijken. Ja. Want mensen vergeten dan de belasting die ze nog moeten betalen. Ja, ja. Maar dan is eigenlijk het punt om gewoon afscheid te nemen van je vaste baan. Want Je moet je focus verdelen. Ja. En op het moment dat je in je vaste baan blijft hangen, dan kun je niet de volledige focus geven op je onderneming. Ja. En ik deed het wel, maar ten koste van mezelf. Ja. Ja. Wat veranderde er op het moment dat je dus wel afscheid nam van die baan? Ja, dat was fantastisch toen ik dat deed. Ja, want toen kon ik volledige focus op mijn bedrijf. Toen groeiden we. Dat had ik veel eerder moeten doen. Ja. En had je een idee van waar je naartoe wilde? Had je een concreet idee van de groei die je wilde realiseren? Een punt waar je tevreden zou zijn? Nee, ik helemaal niet. Ja, eigenlijk achteraf wel, maar op dat moment niet heel concreet. Eigenlijk was het elke keer van, helemaal in het begin, oké, als mijn man maar 8 uur kan werken per dag, dan is het goed. Dan hoef ik niet verder te groeien. En dan was het, als ik dan 2 mensen, als ik dan 5 mensen, op een gegeven moment had ik wel zoiets van, zolang ik de namen van mijn medewerkers nog weet en de klant nog weet, dat moet ik blijven die kennis moet ik blijven houden. Groter worden wilde ik niet. Ja. Want dan ga je onbekend, hè? Ja. Want wat was onze kwaliteit? Ja. Was die prijs en was die korte lijntjes. Mm-hmm. En als je te veel mensen in dienst hebt, ga je overheidkosten krijgen natuurlijk. Exact. Dus dan moet die prijs omhoog. En ik moet een manager ertussen zetten. En dan raak ik die korte lijntjes kwijt. Ja. Dat is wat ik eigenlijk in mijn achterhoofd had. En dus ik wilde eigenlijk helemaal niet groeien. Ja. Ik wilde eigenlijk kwalitatief gewoon zo blijven zoals het was. Mm-hmm. Helaas.
Ja, nou ja. Kwaliteit zorgt voor uiteindelijk wel gedaan, maar... Ja, want kijk, hoe is dat dan gegaan? Want is dat dan, ben je dan uiteindelijk zeg maar toch doorgegroeid totdat het uiteindelijk die korte lijntjes er niet meer zijn en dat je denkt van, oh, wat gebeurt er nou? Of ben je daar toch strategisch ingegaan en heb gezegd van, hey, als we dat punt bereiken, dan moeten we wel ook strategisch gaan veranderen? Ja, nou ja, op een gegeven moment wat er gebeurde is, we hadden onze eerste 1 miljoen omzet. Nou, dat was toen, wauw. Hoeveel jaar na de oprichting was dat, als ik vraag mag? Ik denk ergens... 8 jaar, denk ik. Want in die eerste jaren was dat dus totaal niet... 1 miljoen omzet was helemaal niet mijn doel. Nee. Nogmaals, het was gewoon kwalitatief. Precies. Klein, overzichtelijk blijven. Ja. Ja, en toen dacht ik, oké, wauw. Ik heb gewoon 1 miljoen omzet. Dat is echt veel geld. En toen dacht ik, oké, eigenlijk moet ik dan nu... Wat moet je voorstellen? Met 1 miljoen omzet deed ik dus nog alles. Hè? Dus ja. De administratie, ja. Personeel. Ja. Echt gewoon... Alles, de acquisitie, klanten bezoeken, dus accountmanagement, salesmanagement. Alles deed ik nog. Ja. Het enige waar we mens voor hadden, was voor op de vloer, dus schoonmaak. Ja. En toen dacht ik, oké, maar nu moet ik echt wel iemand hebben die de binnendienst mij gaat ondersteunen. Ja. Ook weer een hele mijlpaal, want ik vond het echt pittig om iemand uit de handen te geven. Want ik kon het zelf natuurlijk het beste, dan iedereen. Ja. Maar dat heeft me wel weer geholpen om dan weer andere dingen te kunnen doen. Dus eigenlijk bij steeds... bij mij was het een beetje 1 miljoen en dan 500.000 en dan 500. Dus dat was eigenlijk constant een beetje naar de omzet kijkend. Van oké, nu kan ik weer een fulltimer erbij. Nu kan ik weer een fulltimer erbij. Ja, ja, ja. Dat was het een beetje. Want wat voor business is het? Zeg maar het operationele van een schoonmaakbusiness. Je hebt een aantal mensen in dienst. En je hebt opdrachtgevers. En er moeten bepaalde dingen gedaan worden. Kan je ons een beetje meenemen in wat de business echt inhoudt? Ja, nou, de business zelf is eigenlijk het schoonmaken, het ontzorgen van de klant op gebied van hygiëne. Mm-hmm. Wij deden echt ook alles. Vanaf moment 1 deden wij echt alles. Dus fabrieksruimtes, VVE's, Vereniging van Eigenaren, dus flatgebouwen, supermarkten, scholen. Oh ja. Want je hebt heel veel schoonmaakbedrijven die zich echt richten op één tak, weet je wel. Ja. Hotellerie of horeca of kantoren. Wij deden alles. Ja. Maar dat ontstaat meestal later. Hè? Dus je begint breed en dan ga je op een gegeven moment filteren. Exact, ja. Want wij op een gegeven moment zag ik meer van onze klanten steeds horeca worden. Dus ja, dat was wel onze... Nou ja, daar waren we gewoon heel sterk in. Mm-hmm. En hoe bepaal je wat er gedaan moet worden? Zegt de klant van, nou, ik wil graag dat dit gedaan wordt? Of is er een soort van standaard voor? Nou, het is eigenlijk een beetje allebei. Mm-hmm. Kijk, ik ken het vakgebied natuurlijk heel goed. Waar jij niet naar kijkt, kijk ik wel naar. Mm-hmm. Dus ik geef daar ook advies in. Maar er zijn ook klanten die zeggen van... mijn poster, weet ik veel, die zit altijd vol met stof. Ik wil dat je gewoon die iedere dag afneemt. Ja. Het is natuurlijk eigenlijk onzin. Maar als de klant dat per se wil, dan doen we dat. Ja. Maar we adviseren wel van, dat moet je gewoon dagelijks doen. Dat moet je helemaal niet dagelijks doen. Bijvoorbeeld, we hebben een aantal jaar geleden... je ziet het nog wel steeds bij kantoren dat ze allemaal van die prullenbakjes onder de bureaus hebben. Mm-hmm. Eigenlijk helemaal niet meer van deze tijd. Ze gaf gewoon 1 grote prullenbak aan. Adviseren we ook altijd de klanten. Zo zet je medewerkers in beweging en heb je gewoon 1 punt van... en het is geldje in schoonmaakkosten. Ja, zeker. Dus we adviseren daar ook in. Maar ik zeg je wel, de schoonmaakbusiness is misschien de moeilijkste. Maar echt een van de moeilijkste businessen die er zijn. En waarom? En als ik het opnieuw zou hebben gedaan, dan zou ik het niet voor de schoonmaak hebben gekozen. Ja, zeker. Nou, vertel, waarom is het zo moeilijk? Ja, weet je, kijk, het was toen dat het op mijn pad kwam, hè. Het was niet dat ik nou schoonmaak fantastisch vond. Mm-hmm. Maar schoonmaakbusiness is... Wij kozen er ook voor om 24/7 bereikbaar te zijn. Mm-hmm. Schoonmaak is vaak in de ochtenduren vroeg. Avonduren laat, nacht. Daarnaast weekenden. Daarnaast heb je ook met mensen te maken. Nou ja, vaak laag opgeleide mensen. Niet gemotiveerde mensen die dat maar even erbij doen. Het is voor hun oog, in hun ogen is het geen vak. Mm-hmm. Toch niet dus hun droom. Ook niet hun droom. Nee. En veel verloop, omdat ze en tijdelijk veel verloop. Doen. Ja. Dus je bent ook een soort van psycholoog in dat opzicht. Ja. Maar daarnaast ben je 24/7 bereikbaar. Maar ook de tegenover, die klanten.
niet alle, gelukkig zie je dat steeds minder, maar niet alle klanten waarderen die schoonmaker. Als op het moment dat er iets gestolen is, is het altijd de schoonmaker. Oh ja. Weet je, die wantrouwen, maar ook gewoon van het is maar de schoonmaker. Of dan kom je op een kantoor binnen en hebben ze gewoon in plaats van even de broodkruimels in de prullenbak, hebben ze het gewoon op de grond gegooid. Weet je, zo ondankbaar. Ja. Dus die business is gewoon, achteraf heb ik gewoon voor de moeilijkste business gekozen. Ja, ja, ja. Dat is echt zo. Ja. En als je schoonmaakpartner van toentertijd wel goed werk had geleverd, wat had je dan, welke branche had je dan aangepakt? Heel simpel, dan was ik, dan hadden we een klusjesbedrijf was ik gestart. Oh, want ja? Dat was het, of dat, want mijn werkgever zat toen ook in de vastgoed en er moest gesloopt worden nou ja, daar kon hij niemand voor vinden. Oh ja. En op een gegeven moment heb ik wat mensen opgetrommeld die dat wel konden in mijn kennisomgeving. Dus het was of dit of dat. En ja, toen heb ik een keuze gemaakt van, dan ga ik me voor de school maken. Ja, ja, ja. Ook iets veiliger misschien. Past het dan ook wat meer bij je profiel? Ja. Want dan kon je meteen bij je eigen werkgever aan de slag. Ja, interessant. En dus dat is gegroeid en gegroeid. En inmiddels zitten jullie op, hoeveel werknemers heb je vandaag de dag? Nou, ik denk dat we weer gelukkig, denk ik wel weer op 150 als het niet meer zit. Zo. Ja. Ja. Ja, want je zegt weer gelukkig. Ja. Jullie zitten, je gaf net aan dat het grootste gedeelte van je klantportfolio bestond en bestaat misschien nog uit horecabedrijven. Maar toen kwam de klap, hè, in 2020, eerste kwartaal, corona. Ja. Hoe heb je dat jaar beleefd? Ja, verschrikkelijk. Echt knock-out geslagen, zoals denk ik velen met mij. Ja. Maar ja, wij zaten voor 60-70% in de horeca. Mm-hmm. Dus dat was compleet, lag dat stil. Mm-hmm. En daarnaast hebben we natuurlijk ook weer een tweede lockdown gehad. Er was ook detailhandel ging toen op slot. Daar zitten we ook heel veel in. We doen heel veel outletcentra, winkels, een beetje van in Karl Lagerfeld, Tommy Hilfiger, een beetje dat soort merken. Mm-hmm. Alles was gewoon dicht. Ja. Nou, het was verschrikkelijk. Maar ook die omzetverlies, niet normaal. Het is dat we, wij bestonden toen al 20 jaar. En in die 20 jaar, en daar ben ik heel blij mee, met die zekerheid die ik altijd in mijn achterhoofd heb. Hè, net als met mijn baan, de veiligheid, de zekerheid. Mm-hmm. Altijd in die 20 jaar heb ik altijd een stemmetje in mijn achterhoofd gehad van, ja, je moet wel geld opzij leggen. Je moet wel zorgen dat je altijd cash hebt. Ja. Ook wel investeren, maar zeker ook geld op de bank. En dat is onze redding geweest. Ja. Want daardoor hebben wij 2 jaar kunnen overleven. Ja. Honderden duizenden euro's eigen geld gestopt in het bedrijf. Ja. Je hebt natuurlijk wel regelingen en dat is fantastisch. Maar dat is peanuts van wat je eigenlijk allemaal moet. En als je medewerkers wil behouden ook. Mm-hmm. Ja, zoveel geld betaald. Ja, 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 ja. En gewoon om overeind te blijven. En gelukkig waren we gewoon super gezond. Ja. Gelukkig. Wat voor contracten heb je met klanten? Is dat zo dat zij op het moment dat er zoiets gebeurt, geen dienst meer afnemen, dus ook niet betalen? Ja, nou ja, we hebben echt contracten vond ik altijd vanaf moment 1 al, dat is zo'n heel zwaar iets. We hebben echt partnerships. Mm-hmm. En zo heb ik er altijd ingestaan, ze stijken nog steeds in. We zijn echt partners voor elkaar. En bijvoorbeeld, we werken al 18 jaar nu bijvoorbeeld met Laplace landelijk. Dat doen we 18 jaar. Dit is echt een partner van ons. Maar ook in de horeca, of in de corona. Ja, zij zaten ook in de shit. Ja. Tuurlijk, ze zat wel een heel groot bedrijf achter. Mm. Maar al met al hadden we allemaal hetzelfde probleem. En als ik dan ging pushen van nee, maar je moet me betalen. Ja, dan zaten we nu niet meer om de tafel met elkaar en werkten we nu niet meer samen. En eigenlijk alle klanten die we toen hadden, die zijn allemaal gewoon weer bij ons teruggekomen. Omdat puur, je komt eruit, weet je, met elkaar. Je sluit een compromis af en zo werk je samen. Ja, 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 ja. Ja, je hebt nu 150 mensen in dienst, geef je net aan. Hoe heb je al die mensen tijdens de corona, tenminste, ik denk dat je toen iets minder mensen in dienst had. Ja, ja, ja. Hoeveel had je toen? Nou, we hebben er echt wel heel veel toen eruit. Ik denk dat we toen op de helft zaten, joh. Mm-hmm. Oké, dus je had toen 75 mensen in dienst. Inmiddels groei je weer door naar 150. Maar hoe heb je die 75 mensen binnenboord gehouden? Wat hebben jullie toen gedaan in die periode?
Nou ja, wat wij toen hebben gedaan, in eerste instantie wisten we natuurlijk niet dat we 2 jaar in lockdown zouden zitten. Dus we dachten van, nou, het is even tijdelijk. Toen zijn we allemaal extra werk gaan doen. En op een gegeven moment, ja, was dat ook weer, stopte dat ook weer. En dan verzin je weer wat. Oh ja, het kantoor moet verbouwd worden. Dus dan handige jongens, die zet je dan bij het kantoor. Zo ben je constant doorgegaan. Ja, en uiteindelijk zaten ze gewoon op de bank. En ik kon je daar niks meer mee. Maar ik ben in de coronatijd ben ik... een hele gave uitdaging aangegaan. Mm-hmm. Heb ik een failliete timmerfabriek, tenminste de boedel heb ik gekocht. Okay. En ben ik een timmerfabriek gestart. Okay. En veel schoonmakers toen heb ik ook gewoon in een timmerfabriek gestart. Oh, ja, kijk eens. En we hebben er nu, ik denk, 16, 17 timmermannen daar rondlopen. Waarvan 3 schoonmakers. Die zijn omgeschoold. Die zijn helemaal omgeschoold. Ja, leuk. Oh, mooi. Die hadden echt een bepaalde, nou, ongelooflijk, die konden... tekening lezen. Die konden dingen doen die zij zelf niet eens wisten dat ze dat konden. Ja. Ja, oh. Dus is de droom om een timmerbedrijf op te zetten toch nog stiekem uitgekomen? Ja, nou ja, het was niet een droom. Ja. Oh, klusjes. Ja, dat heeft dan wel weer met elkaar te maken. Ik haal die 2 zaken door. Ja. Wat doet het timmerbedrijf? Wat is een timmerbedrijf? Ja, nou ja, het is echt een fabriek. Fabriekshal waar we machines hebben. Maar waar we dus houtskeletbouw woningen maken. Dus we maken echt woningen van hout. Dus het skelet van een woning. En dat is natuurlijk helemaal nu in deze tijd helemaal hot, hè? Duurzaam. Want dat is ten opzichte van, waar is het anders van gemaakt? Beton. Beton, ja. Ja, of traditioneel bouwen. Hè? Van, ja. En wij maken dat van hout. Dus het is niet een houten woning, maar het is gewoon een houtskelet. En daaromheen wordt dan bijvoorbeeld gestuukt of stenen. Ook op die manier. Dus je kan van buitenaf niet zien dat een woning een houtskeletbouw is. En waarom is dat dan duurzaam? Nou, het hout zelf is natuurlijk heel duurzaam. Want stel dat het gesloten... Kijk, beton, hè, met de huidige CO2... En het is natuurlijk niet circulair. En hout is wel circulair. Ja, kun je opnieuw gebruiken. Dus, ja, precies. Dus maak houtskeletbouw woningen, dure kozijnen... En een stukje interieurbouw. Oh, dat ook? Ja. Ja. Dus inbouwkasten en dat soort dingen. Ja. En wat vond je daar interessant aan? Waarom vond je dat een mooie kans... Nou ja, we zaten stil hè, in corona. Ja. En ik was al met een faillissement aan de slag gegaan. Maar dat was ook in de facilitaire kant. Mm-hmm. Dat was in de bouw, maar dan schoonmaakbouw. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. En toen werd ik door de curator even... ik kreeg eigenlijk een seintje van iemand van... Nou, je moet even kijken, want er is een aannemersbedrijf failliet gegaan. Mm-hmm. Misschien wel leuk. Oh ja. En inderdaad... terugdenken misschien aan die klusjesbedrijf. En toen ben ik gaan zoeken. En toen kwam ik erachter dat ze eigenlijk een timmerfabriek waren. Ja. En deden een stukje aannemersbedrijf erbij. Ik heb research gedaan. Al kan je niet heel veel doen. Want als een bedrijf failliet gaat, krijg je 1 A4'tje en that's it. Oh, je krijgt dus niet de cijfers en alles. Ja. En de lijken in de muur krijg je ook niet. Nee, dat krijg je ook niet. Of in de kaas bedoel ik. Nee, klopt. Ik ben wel op zoek gegaan via LinkedIn naar de vorige eigenaren. Nou, die heb ik gewoon contact. Ik ben nou mee om tafel gegaan. We hebben heel leuk met elkaar gesproken. En... ik heb alle boedel gekocht, dus alle machines, alles. We moesten uit het pand, een pand gevonden. Alles opgezet, het duurde echt 3 maanden. Dat is echt ongelooflijk. Dat is een hele happening. En een fantastisch mooi bedrijf opgezet. En wat koop je dan? Nou, je koopt dus de boedel. Ja. Je koopt, wat zit er in het pakket? Alleen de spullen. Ja, ja. Dus je koopt eigenlijk niet een bedrijf. Er is een bedrijf failliet en je hebt daar een aantal... Geen klantbestand. Nee, want er waren 12 augustus failliet gegaan. Mm-hmm. En ik heb uiteindelijk oktober heb ik eigenlijk de doorstart. Maar dit is eigenlijk niet zo. Want ik ben opnieuw gestart. Nieuwe naam, geen klanten. Maar er zat in de boedel, in de portefeuille, zat 1 klant. En dat was een gezin die met dus dit aannemersbedrijf, die timmerfabriek, in zee was gegaan om een huis voor hun een huis te laten bouwen. Toen ging een timmerfabriek failliet. Maar die mensen, blijkbaar daarvoor, waren ze al met een aannemer in zee gegaan. En die was ook failliet gegaan. Dus die mensen die zijn zoveel geld kwijtgeraakt. Die hebben toen een tent, een ute gekocht. Zeg maar een soort, ik weet niet of je het weet wat het is, een soort indianentent. Zo'n ronde, stevige tent gekocht, hebben hem op hun kavel gezet en zijn daarin gaan wonen. Wow. Met 2 kindjes van 6 en 7. En oktober nam ik het over en ik las dat in die portefeuille. Maar daar was ik eerst instantie niet mee bezig, want ik was alles aan het verhuizen en aan het doen. En toen heb ik dat weer tevoorschijn gehad, het verhaal. En ik heb die mensen uitgenodigd. Nou, die wonen dus nog steeds in die tent. Het was inmiddels november, het was hartstikke koud. En ik keek nog in die... eigenlijk stond er...
Ze hadden volgens mij al 100.000 euro aan betaald of zo. En ik had dat geld dus niet. Ik heb dat geld niet gekregen. Maar ze hadden nog 50.000 euro over. En toen heb ik gezegd van, nee, weet je wat? Ik ga jullie huis bouwen. Hoe dan ook, wat dan ook. Dat wordt mijn eerste opdracht. Ja, launching customer. Ja. De eerste klant. En dat was natuurlijk één, omdat ik voelde met hun mee. Het was mijn gevoel. Hè? Mm-hmm. Ik heb zelf ook kinderen. En daarnaast dacht ik, ik ben een mensenmens. Ik kan die mensen echt niet tot aan hun lot overlaten. En daarnaast dacht ik, ja, ik sta zelf altijd. Ik hou ervan om mensen te helpen. Liefdadigheid, dat is gewoon mijn ding. Mm-hmm. En dacht ik, als ik nou de timmerfabriek, mijn eerste opdracht is ook dit, dan is dat fantastisch. Dat past gewoon zo bij mij. Ja, mooi. En we hebben een huis gebouwd. Oh, mooi zeg. Ja, en daar wonen ze nu in? Top. En daar wonen ze in en ze zijn zo happy. Oh, wat fijn. Ja. Maar je koopt dus eigenlijk een boedel. Maar dus dat wat er omheen zit, dus de marketing en het klantenbestand, dat is er niet. Dus dat moet je eigenlijk gaan van nul opzetten? Ja, helemaal van nul opgezet. Daar ben je nu mee bezig? Of Gelukkig gaat het ons wel wat makkelijker af. We zitten tot zeker oktober vol. Oké. Okay. En dat heeft te maken met kwaliteit dat we leveren. Mm-hmm. Ik ben natuurlijk ook zichtbaar. Ik ben wat zichtbaar, dus mensen weten me ook te vinden. Mm-hmm. En het is hot, hè? Hot item. Ja. Duurzaam hout is hot. Op het juiste moment ingestapt. Ja, en ik zit natuurlijk in Almere, Flevoland, wordt veel gebouwd. Ja. Ja. Dus dat is fantastisch. Ja. Ja. Gaan we daar straks verder op in. Alle bedrijven waar je nu mee bezig bent. Een vast onderdeel van deze podcast is de snelle rubriek. We stellen een aantal vragen waar je kort antwoord op mag geven. En dan gaan we op een van die vragen terugkomen. Ik zal starten met de eerste vraag uit de snelle rubriek. In welk ander land zou je willen ondernemen? Marokko. Zeker weten. Oké. Okay. En met welke ondernemer zou je graag een kop koffie willen drinken? Ondernemer, ja. Ik zou met Oprah Winfrey dan een kopje koffie willen. Nou, dat is zeker een ondernemer. Ja, zeker, zeker. Ja. Maar met haar. Oké. Okay. En welke andere industrie zou je op dit moment aan willen pakken? Net zoals de schoonmaakindustrie aangepakt hebt. Maar we hebben die vraag eigenlijk al gesteld. Ja, ik zou in de bouwwereld wat meer willen uitbreiden. Ja, ja. Oké. Okay. En waarom ondernemen in Marokko? Nou ja, sowieso. Ik hou zoveel van Marokko, dat is één. Ik ben daar regelmatig, zeker 3-4 keer per jaar. Mm-hmm. Ik ben wel... Ik onderneem enigszins wel in Marokko, maar meer in het vastgoed. Mm-hmm. Dus niet business. Ben wel mee bezig. Dus ik ben wel iets leuks aan het opzetten in Marokko. Mm-hmm. Maar kun je wel een primeurtje delen hier, van niets naar iets podcast? Nee, nog niet. Oh, okay. Nee, want dat ga ik nog zelf bekend maken. Misschien leuk voor een deel 2, ergens over een paar jaar. Maar ik zou meer daar willen doen. Omdat ik denk dat Marokko zoveel potentie heeft. Ja. Niet normaal. En vooral waar ik vandaan kom. Het noorden, Nador. Ja. Dat is zo upcoming nu. Zeker. En ik denk dat daar zoveel mogelijkheden liggen. En wat bedoel je dan? In alle opzichten. Detail, horeca, toerisme, industrie. Daar is zoveel potentie. Maar het probleem daar is echt alleen dat je... Je hebt mensen nodig die de taal goed spreken. Ik spreek goed Berbers, heel goed, maar het Arabisch nog niet zo goed. Mm-hmm. En je merkt ook wel, het verandert wel hoor, maar het is toch nog een beetje een mannending. Mm-hmm. Ja. En dus ik heb nog wel steeds die man naast me nodig. Mm-hmm. En heb ik een fantastische man, mijn man, die dat echt wel goed kan en die dit ook wil. Maar ja, dan weet je, heb ik bepaalde keuzes die ik wil maken en hij staat er niet achter, dus dan botst dat weer. Ja. Dus, maar ja, Marokko is wel echt wel een land waar ik zeker potentie zie. Ja. Nog meer potentie. Ja, in het algemeen loopt Marokko en in bepaalde gebieden ook achter op het westen, dus daar zijn gewoon enorm veel kansen. Ja. Als er kansen zijn in Dubai, dan zijn er zeker ook kansen in Marokko. Ja, zo zie en Dubai dat. Staat trouwens op nummer 2. Oké. Ja. Elke dag goed weer. Hey, en een kopje koffie met Oprah. Dat wilde ik ook vragen inderdaad. Waarom? Ja, zij heeft mij altijd als... op het moment dat ik op tv Oprah zag... Mm-hmm. Dat was een van de vrouwen die mij fascineerde. Want het was een donkere vrouw. Die dus blijkbaar van niets iets was geworden. Ja. Ik kende geen andere donkere vrouw. En dat vond ik altijd zo fascinerend. Ja.
Dat is ja, me altijd bijgebleven. En laatste jaar heb ik, omdat zij niet meer op tv is, tenminste, ik volg haar niet zo meer af en toe. Maar ja, voor als kind was zij mijn voorbeeld. Ja, ik weet eigenlijk ook niet echt wat ze tegenwoordig doet. Was nog steeds een heleboel. Ja. Maar die heeft inderdaad ook een bizar verhaal. Hè? Ja. Uit ook van, ja. En een van de eerste vrouwelijke miljardairs. Hè? Niet normaal. Ja. Met multiculturele achtergrond. Ja, maar zij heeft het echt van helemaal onderaan. En in die mediawereld, hè? Ja. Dat is gewoon extra zo'n moeilijk. Aparte ja, wereld. Precies. Ja. En ook in een Amerika waar zwart zijn echt gewoon nog een probleem is. Een hard tijd, ja. Exact. Ja. En dan heb je natuurlijk nu veel meer kleuren die in één keer van miljardairs. Want je hebt het over bijvoorbeeld Kylie Jenner of zo. Maar dat is een ander kaliber. Boeien mij helemaal niet. Want die hebben geen. Die zijn niet met kwaliteiten begonnen. Maar Oprah heeft zich echt. Ja, van in een wereld omhoog gevochten. Nou, echt bewonderenswaardig. Die heeft net als jij met die map onder haar arm, heeft de eerste klant bij wijze van is afgegaan. En bij Kylie Jenner, ja, die zit natuurlijk toch wel in een soort van omgeving waarin je al heel veel volgers hebt. Precies. Omdat je een bekende familie hebt. Dus dan is het net even wat makkelijker om het product doorheen te pushen. Klopt. En voorbeelden voor mij zijn sowieso mensen met een algetone achtergrond. Mm-hmm. Want ook in Nederland, er zijn trouwens heel veel ondernemers waar ik echt wel bewondering voor heb. Mm-hmm. Omdat wij allemaal, vooral de tweede generatie, helemaal de eerste generatie, mm-hmm. maar de tweede generatie, met niks zijn gestart. Hè? Heel veel mensen, mijn leeftijd, noem ik even de Nederlandse mensen. Mm-hmm. Die zijn bijvoorbeeld, net als een Kylie Jenner, die hadden natuurlijk al wel wat. Ja. Veel zijn met oud geld gestart. Ja. Wij hebben helemaal geen of begeleiding, geld. Hè? Niet alleen geld. Oh. Nee, maar ook, weet je, wij hebben dat natuurlijk helemaal niet. Het is helemaal geen oud geld. Oh, je had geen voorbeelden, zoals je eerder in dit voorbeelden gesprek aangaf. Dus ik heb trouwens heel veel bewondering voor heel veel mensen. Ik kom in één keer poppen allemaal maar met me op. Maar, ja. Nee, maar wat denk je dat er inderdaad dat er anders is bij in de verhalen, de ondernemersverhalen of ook de ambities van mensen met een multiculturele achtergrond in Nederland? Waar hebben zij mee te maken waar misschien autochtone Nederlanders niet mee te maken hebben? Nee, los van oud geld. Nee, maar het zoveel. Ik ben in november was ik genomineerd voor Global People Award, het etnische ondernemer van het jaar. En Global, is dat dan een wereldwijd? Global People Award, nee, dat is omdat je. Zo heet het gewoon. Ja, okay. Global People Award was ik genomineerd. En toen ik benaderd werd, dacht ik, ja nee joh, weet je, Flevolandse zaak is prima, want er is blank, blond, dan ben ik niet zomaar Global People, dan ben ik weer zo'n algetoon die dan. Maar ik ben erover nagedacht, dacht maar, wacht even. Ik ga het wel doen. Ik ga daar staan op het podium, want ik ben een voorbeeld. Zoals ik voorbeelden zocht, mm-hmm. ben ik een voorbeeld. Want waar wij allemaal mee te maken hebben is, weet je, je naam alleen al. Mm-hmm. Hoeveel mensen solliciteren alleen maar naar een stageplek, hè? Met hun naam? Die komen niet eens aan bod. Ja. Je kleur, je achtergrond. We komen uit twee culturen. Weet je, thuis was ik als kleinkind echt letterlijk in Marokko. Mm-hmm. Stapte ik buiten, was ik gewoon in Nederland. En die dat aanpassen, ik werd bijna schizofreen van. Ja. Discriminatie, racisme. Achterstand op de arbeidsmarkt. En natuurlijk dat hele psychologische waar je het over hebt. Precies, exact. Wat dus in jou gebeurt. Wat dus, ik zeg. Want zelfs op het moment dus dat die kans gewoon eigenlijk. Ja, als je er sec naar kijkt, er ligt. Ja, maar dan is denk er toch je nog van binnen van, iets. Het is dat vast niet voor mij. Ja, toch voor de MAVO. Ja, maar ook nu. Ik ben commissaris bij Horizon Flevoland. Dat is een investeringsmaatschappij. Mm-hmm. Tussen hele lieve mannen overigens. Twee blanke mannen mm-hmm. boven de 50. Mm-hmm. Ben bestuurslid bij Schoonmakend Nederland. Moet je nagaan. Schoonmaakwereld. Heel veel schoonmakers of schoonmaakbedrijven, eigenaren zijn allochtoon, hè? Multiculturele achtergrond inderdaad. De enige. Ja, toch wel. In het bestuur ben je dan de enige met de multiculturele achtergrond. Ja. Blank. Ja. Middelbare leeftijd. En dat is de dag van tot de dag van vandaag nog steeds waar we tegenaan lopen. Mm-hmm. En ik probeer op die posities wij mogen er echt wel zijn, maar het gaat niet van een leien dakje. En bijvoorbeeld zoals mijn kinderen hebben wel een mooie opstap. En daarom zeg ik altijd van, nou, jullie gaan het nog beter doen dan ik het heb gedaan. Of dat papa en ik het hebben gedaan. Maar ze hebben wel hun naam. Mm-hmm. En dat houden we wel een beetje. Kleur en naam. Ja. Helaas.
Tegelijkertijd word je er denk ik ook wel hard van en leer je... Nou ja, ja, maar natuurlijk. Het heeft natuurlijk ook weer zijn voordelen. Dat is een manier van omgaan. Er is ook hoe ga je ermee om inderdaad. Ja. En wat is het psychologische effect op je? Ja. En dat is eigenlijk ook iets waar ik naartoe wil. Want jij gaf al aan dat jij komt uit een gezin waar jullie het niet breed hadden. En dat heeft je natuurlijk ook op een bepaalde manier gevormd. Ja. Dat heeft ook effect gehad op hoe jij in het leven stond en wat jouw ambities waren en wat je wilde. Nu zullen jouw kinderen een heel ander leven hebben. Klopt dat? Zeker weten. Ja. Zeker weten. En wat zijn de plussen en de minnen daarvan, denk je? Zie je nu ook eigenlijk dat misschien de situatie waar je uitkomt ook positieve effecten heeft gehad? Zeker. Ja? Ja, zeker. Wat kan je ons daarover vertellen? Nou ja, weet je, we moesten al heel jong voor jezelf opkomen. En we hadden het niet breed. Dus je ging heel jong al baantjes zoeken, krantenlo. Ik liep al kranten en voor jezelf zorgen. Keihard vechten voor je positie. Mm-hmm. Ja. En je had het niet breed. Dus je wist heel goed waar... Ik weet heel goed waar ik vandaan kom. Mm-hmm. Weet je, ja, soms echt wel als ik eraan terugdenk, best wel triest. Mm-hmm. En ja, mijn kinderen, die hebben het supergoed. Mm-hmm. Maar dan nog hoor, we hebben het echt supergoed. En het enige waar we ze in verwennen is in vakanties. Mm-hmm. We gaan regelmatig op vakantie. Mm-hmm. En dan, dan doen we het ook luxe. Mm-hmm. Mijn oudste zoon mag bijvoorbeeld in onze auto's rijden. We hebben een heel mooi huis. Daarin zijn ze absoluut verwend. Mm-hmm. En we gaan vaak uit eten, dat soort dingen. Maar daarnaast is het niet zo van, oh ja, je krijgt een scootertje. Nee, ze moeten er echt voor iets voor doen. Ja. En zo heb ik ze ook echt opgevoed. Ja. En ze moeten allemaal werken. Allemaal gewoon een bijbaantje. Ja. Je moet gewoon je eigen centjes verdienen. Ja. Dus en dat wil je ze wel echt meegeven. Ja, en ook daarnaast, jullie gaan niet in het bedrijf werken. Oké. Okay. Dat is wel heel heftig. Ja. Maar dat heb ik wel vanaf moment 1 gezegd. Oh ja. Omdat ik ze dat wilde meegeven, van dat ze niet achterover gaan leunen. En ik, ik krijg wel zo'n positie in het bedrijf. Nee, je gaat keihard je best doen op school. En daarnaast je eigen carrière, je eigen succesvolle weg bewandelen. Ja. En natuurlijk, als uiteindelijk die paren elkaar kruisen, prima. Maar mm-hmm. laat maar eerst zelf zien dat je het kan. Ja, ja, ja. Je krijgt helemaal niks. En wil je in het schoonmaakbedrijf werken? Kom maar schoonmaken. Ja, wil je in de timmerfabriek werken? Kom maar bij de band staan. Maar niet meteen aandelen in de buffer. Nee, nee. Ken je het verhaal van de hele rijke Duitse man die zijn zoon onterfd heeft? Nee. Ik zal hem even kort toelichten. Een hele rijke Duitse man. In de tijd van de Sovjet-Unie. Dus dan had je bij Berlijn had je nog de Berlijnse muur. En ja, die man die had gewoon heel veel geld. En zijn zoon die was lekker aan het genieten van het geld van zijn vader. Studie een beetje niet goed afmaken. Niet serieus zijn, et cetera. En op een gegeven moment zijn vader die was op een gegeven moment klaar mee. En hij zegt tegen zijn zoon, luister eens. Ik ga je nog één kans geven om iets van je leven te maken. Ik geef je 50.000 mark of weet ik. Ik weet niet wat toen de currency was. Ik geef je een jaar de kans om daar iets mee te doen. Als je dat niet doet, dan onterf ik je en dan zoek je het maar uit met je profiteergedrag. Wat is die zoon toen gaan doen? Die zoon die heeft toen een aandeel in een appartement bij de Berlijnse muren verhaal gekocht. En op een gegeven moment, 30 jaar later, op het moment dat de Berlijnse muur viel, werd het aandeel van het appartement heel veel geld waard. Hij heeft toen met het geld wat hij daar verdiend heeft, wat vastgoed gekocht op Ibiza. En inmiddels heeft hij het grootste huis van Ibiza. Nou, echt. Ja. Ja, goed. Ik vertel hem niet helemaal zoals het verhaal 100% zeg maar is. Maar ik hoop dat de clue van het verhaal... Maar heeft hij mij onterfd uiteindelijk? Nee, uiteindelijk niet. Toch niet. Uiteindelijk niet. Want hij heeft toen een slimme investering gedaan. Hij heeft toen tegen zijn vader gezegd, luister eens, ik heb een aandeel in het appartement gekocht. En dit is het verhaal. De verwachting is dat de Berlijnse muur gaat vallen en dat het allemaal meer waard wordt. Ja. Dus hij heeft het toen niet onterfd. Ja. Oké. Dus het is inderdaad goed om je kinderen een stukje verantwoording mee te geven. Te verwennen op zijn tijd, maar niet te veel. En hen wel te leren hoe ze inderdaad zelfverantwoording... Ja, maar dat zie ik nu al. Mijn zoon is ook ondernemer. Doet hartstikke goed. En dan, die is 21 en dan mijn zoon van 17 ook ondernemer. Ja. Naast zijn school. Ja. Dus je ziet al echt wel dat gewoon effect heeft. Ja, mooi. Ja. Nou ja, je ziet natuurlijk ook dat vaak bij succesvolle mensen
dat er een verhaal achter zit, dat het ergens vandaan komt. Van weet je, het is ooit nodig geweest om een bepaalde mindset te kweken. Ja. En dat is natuurlijk een beetje de paradox, het dilemma. Ja. Dat mensen die dan uiteindelijk iets voor elkaar hebben, ja, wordt het heel makkelijk om je kinderen wel soft te maken. Ja. Omdat het is er nu en laten we er nu iets mee doen. Ja. Terwijl dat, ja, en daarom zie je ook vaak dat in generaties een beetje zo gaat. Hè? Ja, klopt. Ze zeggen toch vaak de derde generatie die maakt het op. Ja. De eerste generatie die maakt het, de tweede generatie die maakt het echt groot. Ja, en dan de derde die verpest het. Ja, ja, precies. Ja. Ja, nee, maar daarnaast weet je, wat ik wel heb geleerd, is dat je werken is niet het allerbelangrijkste. Je carrière, successen, want dat merk je heel erg in deze tijd. Het lijkt alsof, tenminste, zie het omheen, alsof dat allemaal zo het belangrijkste is. Mm-hmm. Je kan alle successen van de wereld hebben, maar als je niet gezond bent, heb je eigenlijk helemaal niks. Ja. En gezondheid is het allerbelangrijkste. En daarnaast je naaste. Mm-hmm. Dat heb ik echt. Sowieso, dat wist ik al. Dat is altijd voor mij heel belangrijk geweest. Maar nog in coronatijd nog meer. Mm-hmm. En ik heb toen wel de omslag gemaakt van oké, ik ga wel wat ruimer leven. Ik ga wel wat, weet je, al verwen ik daar mijn kinderen mee. Mm-hmm. Maar ja, so be it. Weet je, voor hetzelfde ben ik er morgen niet. Dus, ja. dus ik ben wel, dat op zich ben ik wel anders geleefd. Weet je, we gaan heel vaak uit eten. We hebben mooie luxe vakanties. We genieten samen. We genieten intens. Ja, ja, ja. We genieten intens. En we zijn bijvoorbeeld, we wonen echt al heel mooi. Maar ik dacht zo van, weet je, waarom niet? We hebben nu, gaan we onze eigen huis bouwen met de fabriek zelf. Dus ik wou net zeggen, dat is mooi van pas. Ja, en dan, ja, weet je, mijn kinderen gaan naar heel luxe leven. Dat weet ik. Mm-hmm. Maar dat gun ik ze ook. Maar daarnaast, ja, ze zeggen altijd, oh ja, jij, ja, mama, weet ik. Jij moest altijd kleren aan van je zus. Ja, weet ik. Soms hadden jullie niet te eten of dat soort dingen, weet je wel. Dus ik constant blijf ik er wel op hameren van, nee, dit is niet normaal, zeg maar. Maar ik geniet wel intens van het leven. Ja, mooi. En je blijft er ook op hameren dat ze op elk moment onterfd kunnen worden. Ja. je gaf net aan. Dus, maar wel met beide benen op de grond blijven. Ja, precies. Dat het belangrijkste dus niet uiteindelijk is de carrière en al die luxe. Maar wat is de prijs van het ondernemen? Zo, nou, ik weet je, soms dan, vooral met toen ik genomineerd was voor Global People, stond ik daar op het podium. En toen deed ik mijn pitch. En toen keek ik in het publiek en toen zag ik mijn kinderen, mijn drie oudsten daar zitten in hun smokings en dingen. Ja, en dat kan je op YouTube zien, is eigenlijk. Ik had echt zoiets, oh nee, dus ik moest er echt van huilen eigenlijk. Mm-hmm. Omdat in die minuut dat ik dat ik daarover sprak, zag ik mijn hele leven voorbij flitsen. Van wat ik eigenlijk allemaal heb meegemaakt. Diepe dalen. Ook wel pieken, maar ook zo, wat een diepe dalen. Zakelijk bedoel je dan? Zakelijk, maar ook privé. Ik heb op een gegeven moment, toen het bedrijf begon, was ik natuurlijk zwanger. Mm-hmm. Dus ik ben ook meteen mijn gezin begonnen. Ja. Dus en bedrijf. Ik heb alles moeten laten. Dus ik had totaal geen sociaal leven meer. Gewoon helemaal niks. Dus het was mijn kinderen, dat was belangrijk, en mijn bedrijf. Mm-hmm. Ik had geen vriendinnen meer. Ik had gewoon niemand. Sterker nog, als mijn familie bij elkaar kwam op zaterdag, ja, dan was het soms dat ik ook niet was. Mm-hmm. Want dat was dan de tijd voor mijn kinderen, weet je. Ja. Dus ik heb er heel veel voor moeten laten. Maar omdat ik gewoon heel perfectionistisch was. Ik wilde en niet dat mijn kinderen later zouden zeggen, ja, maar je was er nooit. Mm-hmm. En het bedrijf moest gewoon top zijn. Nu pluk ik de vruchten ervan. Ja. Nu heb ik het heel relaxed. Voelt werken niet meer als werk. Mm-hmm. Doe ik wat ik wil. Kan ik mijn kinderen begeleiden zoals ik wil. Sta ik langs het voetbalveld. Relaxed, niet gespannen meer. Van, oh, ik moet die offerte nog maken. Maar het heeft wel heel veel gekost. Van mij energie. Ja. Je bent nu aan het genieten van het eindresultaat. Ja. Maar het heeft dus heel veel gekost van je energie. Maar is dat het waard? Ja. Is het waard? Zeker weten. Nu. Maar als ik terugkijk, denk ik, ja, mensen. Kies sowieso, als je gaat ondernemen. Kies voor iets wat bij je past. Mm-hmm. Waar je passie bij kan voelen.
Want als je passie hebt in wat je doet, wordt het succes, hoe dan ook. Mm-hmm. Weet je, en sowieso geloof in jezelf. Dat is het allerbelangrijkste. Maar kies wat bij je past. En ga niet ondernemen voor het ondernemen. Mm-hmm. Want dan ga je heel veel opofferen. Heel veel moeten opofferen. En dus, maar dat is een beetje wat je hebt gedaan. Dat is wat ik heb gedaan. Ja, toen je koos voor het vak in ieder geval. Dus achteraf gezien leefde ik heel erg om te werken. En om te moederen. Mm-hmm. Dat was mijn leven. Mm-hmm. Het was moeder. En achteraf denk ik, ja, het had ook wat minder gekund. Ja. Je had ook best wel wat kunnen genieten. Ja. Maar in mijn hoofd, in die tijd, zou het dan ten koste gaan van het een of het ander. Ja. En misschien was dat helemaal niet zo. Ik weet dat niet meer. Ja, ik kan dat natuurlijk niet meer terug. Maar doe wat je leuk vindt, hè, waar je passie ligt. Maar geniet daar ook naast. Geniet, want je naaste... Dat is je gezondheid en je naast is het allerbelangrijkste. Want voor het weten wat ik dus had, dat je in één keer terugkijkt en denk je, jezus, het is de tijd snel gegaan. Heb ik eigenlijk wel genoten? Ja, 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 ja. Maar ik weet dat er nu mensen zijn die zoiets hebben van, ja, Nassima, dat zeg jij. Maar ik voel net als jij toen, dat ik moet iets, ik wil iets, ik wil iets. Ja. En ik wil ondernemen, maar ik weet niet wat. Ja. Wat heb je advies voor die mensen? Die dus voelen van binnen dat het ondernemersvuur is er wel. Maar ze hebben niet die passie of datgene waar ze het nu op los kunnen laten. Ja, nou ja, mijn zoon is zo. Mijn zoon heeft een IT-bedrijf, echt top. Mm-hmm. Hij doet het hartstikke goed. Maar daarnaast is hij met van dit bezig en dat en dat. En ik merk en ik zie aan hem, van, het is gewoon een ras echte ondernemer. Maar hij heeft nog steeds niet wat hij nou echt daadwerkelijk in uit wil blinken. Ja. Maar ik geloof erin dat... Weet je, als je inderdaad, ik noem het wel eens AD, want ik ben nog steeds zo, hè? Ik heb nog steeds 1020 ideeën in mijn hoofd. Mm-hmm. Beetje ADHD in mijn hoofd. Doe wat je op dat moment denkt dat goed is. Maar als je voelt van het zuigt mijn energie uit mijn lichaam, het is niet oké, ik ga er onderdoor, is dat niet jouw ding? Mm-hmm. Ga dan verder. Je bent ondernemer, dus uiteindelijk kom je wel tegen waar je in uit gaat blinken. Ja. Omdat je ondernemer bent. Ja. Dus die drive heb je. Ja. Je komt er wel. Ja. Alleen ga ook een beetje op je gevoel af. Ga niet, weet je wat ik zeg, laat niet het leven half uit je gezogen worden. Doordat je nou puur wil ondernemen. Ja. Mooi. Goed advies. Heel goed advies, ja. Want ik denk dat zeker bij onze luisteraars een heel belangrijk element is. Weet je. Die zijn geïnteresseerd in het ondernemerschap, in het zaken doen, in het iets van niets maken. Ja. Maar ze zitten vaak op een leeftijd of in een levensfase waar ze nog zoeken van... Ja, maar wat dan? Ja. Ik voel het vuur, maar wat dan? Ik wil ergens naartoe, maar waar dan? Ja. Ja. Dus ik denk dat dat een hele goeie is, ja. Ja. Dus durf te zoeken en door te gaan en door te kijken. Ja, en als je toch het gevoel hebt van... Nee, dit is niet helemaal mijn ding en het vraagt te veel van me... Dan is dat het niet. Maar ga wel door. Ja. Ga wel door. En ik gaf in de introductie al aan dat je op dit moment ook bezig bent met Lenovia Boutique... Een boutique desk, zijn dat meer de bedrijven die ontstaan zijn vanuit jouw passie? Ja, Lenovia Boutique is inderdaad een bruidswinkel. Mm-hmm. Dat is gewoon heel simpel, omdat het kon. Ik was een winkel te koop en ik dacht van... Wanneer ben je daarmee begonnen? 2019. Oké. Okay. Ja. Mm-hmm. En ik had altijd iets met bruidsjurken, vond het fascinerend en fantastisch. Mooiste dag ook van je leven. Ja. Ja. En ik zag toevallig een winkel te koop staan. Dus ik dacht, nou, ik koop het gewoon op. Oké. Okay. Oh, het was al een bruidswinkel. Het was een bruidswinkel. Ah, en ik kocht de boedel eigenlijk weer. Want ik heb het zelf in mijn eigen pand gezet. Maar ja. Een boutique desk. Dat is een flexwerkplek voor ambitieuze vrouwen. Ja, dat is een ruimte in mijn pand. Een jaar geleden een pand gekocht. En nou ja, daar zat een ruimte van 140 vierkante meter. Heb ik ooit verhuurd. De huurder ging uit. En toen heb ik het heel lang gewoon zo gelaten. Ik ga daar iets mee doen, maar wat weet ik, wist ik niet. In coronatijd waren heel veel mensen natuurlijk thuis aan het werk. En op een gegeven moment mocht je weer elkaar ontmoeten. En heel veel mensen, en vooral vrouwen, waar thuiswerk zat. En ja, toen heb ik gewoon... flexplekken gerealiseerd. Okay. Een mooie ruimte gemaakt. En daar kon je elkaar dan ontmoeten. En inmiddels wordt het eigenlijk voornamelijk verhuurd voor vergaderruimte. Oh, oké. Okay. Ja. Leuk. En dan heb je natuurlijk ook nog de Flevo Timmerfabriek, die als een malle gaat. Het zijn allemaal stuk voor stuk leuke bedrijven. Ja. En als we dan toch nog even een stukje teruggaan naar het kernbedrijf.
B-Flex. Inmiddels B-Flex Cleaning en B-Flex Jobs. Ja. Waar wil je naartoe groeien? Wat is je uiteindelijk doel met B-Flex? Ik had toen voor corona hadden we echt een doel van... weet je, een omzetdoel, een doel met wat gaan we allemaal doen. Mm-hmm. En eigenlijk corona is het helemaal weer een beetje gevoel dat we weer opnieuw beginnen. Nou ja, ergens in het midden weer, want het gaat nu weer keihard. Ja. Een beetje eng ook. Wat is er eng aan? Nou ja, weet je, het is heel gek van stilte. Het is echt een beetje stilte voor de storm. En in één keer is het nu weer... 100% capaciteit. Oh, niet normaal. Ja. All hands on deck. Iedereen vraagt wat van je, maar we hebben natuurlijk ook te maken met personeelschaarste. Ja. Dus dat is een hele gekke tijd waar we in zitten. B-Flex groeit top, kwaliteit. We doen het hartstikke goed. We hebben de juiste mensen op de juiste plek zitten. Ik kijk mee. Ik heb echt een helikopterview. Het is fantastisch hoe het allemaal gaat. Okay. En blijf wel mijn kind. Ja. Ben je ooit van plan om je kind te verkopen of over te dragen om je te focussen op een andere branche misschien? Ik heb wel al een paar keer geïnteresseerde kopers gehad. Mm-hmm. En ik heb het niet gedaan omdat ik denk van er is nog zoveel uit te halen. Overdragen wel. Okay. Dus aan mensen die gewoon bij ons in dienst zijn. Daar ben ik nu eigenlijk wel aan het... Eigenlijk doe ik dat al een beetje. Maar iemand echt aan het hoofd zetten, daar ben ik wel mee bezig. Oké, dus sowieso niet overdragen aan je kinderen, gaf je aan. Nee. Maar misschien wel aan iemand anders. En het is nog niet het juiste moment om over te dragen. Dat komt dan nog wel. Niet overdragen aan mijn kinderen, want mijn zonen gaan dit natuurlijk luisteren. Ja. Dat is natuurlijk allemaal heel goed bedoeld, want ik weet zeker dat zij het gewoon veel succesvoller gaan zijn. Maar je wil gewoon dat ze hun eigen ding gaan doen? Ja, ja. In ieder geval in de beginfase misschien. In de beginfase, dat ze later. Exact. Als ze hun streep verdiend hebben en dat ze dan misschien aandelen kunnen kopen. En als we het hebben over de persoon zelf, Nessima, wat is jouw ultieme droom om af te sluiten? Mijn ultieme droom? Je gaf tussen neus en lippen gaf je al aan Dubai. Dat is ook een land waar ik graag wil ondernemen. Ja, ja. Wat is jouw ultieme droom? Mag heel breed zijn. Ik zeg je heel eerlijk, ik zit eigenlijk al een beetje in mijn droom. Dit is waar ik van droomde, is werk niet meer als werk. Een beetje investeren, ondernemerscoachen. Dat doe ik dus nu en ik vind het geweldig. Ik zit misschien iets meer in commissariaten ook, want dat vind ik ook heel leuk om te doen. Meer ondernemen in Marokko. Inderdaad, ook Dubai ben ik ook aan het kijken. Dus eigenlijk droom ik al, leef ik eigenlijk al een beetje mijn droom. Mooi. Dus rustiger aan doen. En genieten. Ja. Okay. Genieten van je naasten. Ja, dat is zo belangrijk. En vooral met je passie bezig zijn. Als ik terugspoel naar alles wat je gezegd hebt. Super. Nou, fantastisch. Ja, mooi verhaal. Ja. Heel mooi. We sluiten meestal af met het advies. Maar goed, die hebben we al tussen neus en lippen laten vallen. 2 of 3 keer zelfs. Ja, nou ja, weet je, nogmaals een advies aan jonge ondernemers. Laat nooit iemand je vertellen dat je iets niet kan. Ja. Echt geloof in jezelf. Dat is echt het fundament van succes. Als je gelooft in jezelf, ik heb dat zelf ervaren, laat je niks aanpraten, dan zul je succes bereiken en je doelen duidelijk voor ogen hebben. Ja. Als je doelen duidelijk voor ogen hebt en je gelooft in jezelf, waar je ook vandaan komt, ga je het zo maken. Ja. Dan is alles mogelijk. Dan is alles mogelijk. En af en toe komt er geluk op het pad kijken. Dat is het lot. Het lot laat zich niet sturen, zoals je net zei. Ja. Maar het begint allemaal bij jezelf door doelen te stellen, in jezelf te geloven en gewoon gaan. Zeker weten. Fantastisch advies. Mooie afsluiter. Mooie afsluiter. Ja. Mogen we jou hartelijk bedanken, Nessima? Ja, graag gedaan. En voor de mensen die nog op zoek zijn naar een mooie constructie voor een nieuw huis, waar kunnen mensen meer informatie vinden over de Flevo Timmerfabriek? Flevotimmerfabriek.nl. Zit op Instagram, zit er overal eigenlijk. Fantastisch. Zoek je nog een leuke baan, ben je ook van harte welkom. Die Flex Cleaning, Flevo Timmerfabriek. Ja, of ben je op zoek naar een goed schoonmaakteam? Ja. En natuurlijk boutique desk, hè? Voor zeker. Alleen vrouwen, hè? Alleen vrouwen. De ambitieuze vrouwen. Vergaderen is ook allemaal. En waar kunnen mensen daar wat meer informatie over vinden? Ook boutiquedesk.nl, ook Instagram, overal zitten we. Leuk. Ja. Helemaal goed. Nou, super. We gaan dankjewel voor je tijd. We gaan je naar volgende. Dankjewel. Jullie ook bedankt. Yes. Beste luisteraars.